Universiteit van Nederland. Legt uit. Wie kan er beter tegen pijn? Mannen of vrouwen? De vraag die ik als pijnonderzoeker voortdurend krijg. Wie kan er nou beter tegen pijn? Mannen of vrouwen? Want ja, zeggen ze, de man die heeft natuurlijk de mannengriep. En de vrouw die kan moeiteloos een bevalling doorstaan. Alsof het een wedstrijdje is, pijn. Maar zo makkelijk kunnen we mannen en vrouwen helemaal niet met elkaar vergelijken. Pijn is ontzettend persoonlijk en subjectief. Kijk, stel, je hebt een wondje aan je elleboog. Dan gaat er een pijnprikkel via je zenuwen naar je hersenen toe. En jouw hersenen die gaan op dat moment aan de slag met die prikkel en die gaan hem op allerlei manieren interpreteren. En wat je ooit hebt meegemaakt of wat je op dat moment voelt, dat speelt daar allemaal in mee. Als jij een hele leuke, gezellige dag hebt en je bent ontzettend vrolijk, dan zal diezelfde pijnprikkel waarschijnlijk veel minder pijnlijk aanvoelen dan wanneer je chagrijnig bent en je hebt ruzie met een vriend. En dat maakt onderzoek naar pijn zo ingewikkeld. Maar goed, als we dan toch zo nodig die man met die vrouw willen vergelijken, dan is het belangrijk om je te realiseren dat wat er van de buitenkant hetzelfde uitziet, bijvoorbeeld dat wondje, dat het vanaf binnen heel anders werkt. En daar wordt nu volop onderzoek naar gedaan. Bij mannen en vrouwen lijkt het erop dat er andere cellen betrokken zijn bij het doorgeven van het pijnsignaal. En dat heeft bijzonder genoeg te maken met ons immuunsysteem. Pijn is een reactie op schade of dreigende schade. Dus dat wondje, dat activeert de cellen van je immuunsysteem. Maar vaak is het probleem te groot om zelf op te lossen en dan moeten ze hulp inschakelen. En dat doen ze door aan hun buurcellen uit te leggen wat er aan de hand is. En daarvoor gebruiken ze communicatiestoffen die ze uitscheiden. Dat noemen we cytokines. Die cytokines die geven ook een signaal aan je zenuwuiteinde. En dan gaat een signaal naar je hersenen en die gaan aan de slag. En dan kan jij in actie komen om jezelf te beschermen tegen de pijn en de schade. Als we kijken naar welke immuuncellen er zijn, dan hebben mannen en vrouwen hetzelfde basispakket. En dat zijn allemaal verschillende immuuncellen. En al deze verschillende immuuncellen scheiden dus ook weer verschillende communicatiestoffen uit, die cytokines. En wat we nu in onderzoek zien, is dat bij mannen en vrouwen bij hetzelfde pijnsignaal verschillende immuuncellen in actie komen. En dus weer verschillende cytokines geproduceerd worden en dat pijnsignaal anders verwerkt kan worden. Om uit te zoeken hoe groot de rol van immuuncellen is, hebben onderzoekers ze uitgeschakeld bij zenuwpijn. Dat is pijn die ontstaat bij schade aan je zenuwen. Ze hebben toen de microglia uitgeschakeld. Die microglia die zitten rondom je zenuwen. En wat ze toen zagen, de pijn was weg. Maar alleen bij mannen. Als we bij de vrouwen de microglia uitschakelen, dan ging de pijn gewoon door. En het bijzondere is, ze zijn toen verder onderzoek gaan doen en wat bleek? De pijn ging gewoon door via de T-cellen. Dus het signaal bij de mannen en de vrouwen komt allemaal aan bij de hersenen, maar ze gebruiken daar andere immuuncellen voor. Waarom het immuunsysteem zo anders werkt bij mannen en vrouwen, daar wordt nu volop onderzoek naar gedaan. Onder andere of mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen daar een rol in spelen. We weten dat deze hormonen de immuuncellen op verschillende manieren kan beïnvloeden. En dus dat die immuuncel totaal anders kan reageren als die blootgesteld wordt aan mannelijke hormonen of vrouwelijke hormonen. Als we echt willen weten wat de invloed is van die hormonen op je pijnbeleving, dan zouden we dus een vrouw mannelijke hormonen moeten geven en een man vrouwelijke hormonen. Maar dat wordt een beetje een ingewikkeld experiment. En toch hebben ze dat onderzocht bij transgender personen. En wat ze toen zagen was dat als iemand switchte van mannelijke hormonen naar vrouwelijke hormonen, is dat er meer pijn voorkwam. Dingen zoals gewrichtspijn en hoofdpijn. En andersom gebeurde dat niet. Gelukkig wordt er nu veel meer onderzoek gedaan naar man- en vrouwverschillen in pijn. En dat is belangrijk, want zo weten we langzaam steeds meer welke immuuncellen nou belangrijk zijn bij welke pijnsoorten en welke cytokines er nou een grote rol spelen. En of dat beïnvloed wordt door hormonen. En stapje voor stapje weten we zo steeds meer. En dat is belangrijk om te onderzoeken, want de pijnstillers die wij nu gebruiken, die zijn allemaal getest op mannen. Simpelweg omdat ze in die tijd nog niet wisten dat er verschillen tussen mannen en vrouwen konden zijn. En dat betekent dus ook dat mogelijk heel veel medicijnen die goed werken voor vrouwen in de prullenbak zijn beland, omdat ze er destijds geen onderzoek naar hebben gedaan. Zonde toch? Dus soms, al ziet die pijn bij een man en vrouw er hetzelfde uit aan de buitenkant,
Van binnen werkt het totaal verschillend. En dus, wie er beter tegen pijn kan, dat kun je helemaal niet zeggen. Hoe schoon is ons zwemwater? Ik ben Mike Luurling en ik zal in de volgende aflevering wat vertellen over de kwaliteit van ons natuurlijk zwemwater.